Oké, ik ben benieuwd of deze settings die ik nu heb werken. Ik heb hem namelijk net aangepast. Dus ik hoop. Oké, ik ben benieuwd of deze Oké, settings. het geluid doet het. Zo. Oké. Oké, ik moet eerst nog even opwarmen. Ik heb nog niet zo lang de boel opgestart. Zo dus even wat ruimte kan mezelf maken. Ik ben benieuwd of ik de setting moet aanpassen, ja of nee. Tot nu toe nog niet. Dus we gaan het zien. Ik pak gewoon even Lion. Klaphout. Zal ik eventjes maken. Kijk dan. Wat 27. Even kijken hoor. Misschien is het wel gebeurd, misschien ook niet. Het zit wel op 100 fps, maar het kan nog dalen. Puur alleen een test. Het zit wel op 100 fps, dus dat is mooi. Misschien eventjes de sharpness van alles omlaag doen. Ik zou eventjes bij mij de stream op een laag kwaliteit doen. Zo. Ik denk dat dat ook al helpt. Dat helpt ook al iets. Straks even de rendering misschien. Of de rendering is volgens mij niet het probleem. Sharpness. Gooi iets omlaag. Dit zou al een heleboel moeten oplossen. Het zou het op moeten lossen, is goed hè? 5 seconds. Ik wil al wel hoger dan make your way to its location and defuse it. Pister. Tot nu toe oogt het goed. Dat is mooi. Te hoog. Fuck. Oh, dus volgens mij kap kan daar wel. Nee, maakt ook niet uit. Het is gewoon nog een opwarmpotje. Het kan maar niet zo heel veel uit. Moet sowieso inkomen. Beetje random operators pakken, doe ik bewust. Doe ik bewust zodat ik een beetje alles een beetje kan. Nee, of zeg dat ik kan fijn proeven, weet je wel. Tot nu toe oogt het goed. Loading. Welkom, Danny. Your drone has found a bomb. Moment, volgens mij heb ik nu de settings goed staan. Dus stap mee, ik zit op 120 fps gemiddeld. Ik hoop wel dat de stream het gewoon doet. Ten
Dat is wel wat ik hoop. Ik heb namelijk de stream nu wel eerst pauze staan. Ik zal even kijken. Ik denk dat hij het wel gewoon doet hoor. Ja, yeah, hij doet het wel. Dat is mooi. Dat is mis. Dat ook. Dat is jammer. Ik ga dan niet helemaal. Het is ook nog maar. Is er op een potje die ik speel? Wat? Hey, daar wij. Wel hier! What the fuck? Schrik me dood. Oh my god. Ik ben nog niet helemaal flexibel. Oké. Evil. Dat was deze. Next round. Why you're evil? Or are you mad? Explain to me. Ondanks dat je bijna niet te zien bent. Ja, het scheelt in ieder geval dat ik de settings heb gevonden dat ik in ieder geval fatsoenlijk kan streamen en kan gamen, dus dat scheelt al wel weer. Dat is jammer. Dat is teleurstellend. Het is heel irritant beeld, ik word er een beetje gek van. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Mist ook weer alles. Van niet. Hij zit boven. Ah. Diffuser is active, protected at all costs. Het speelt wel, eigenlijk speel ik dit nu voornamelijk. Ik speel tegenwoordig ook af en toe After Pandora of Frontiers. En Assassin's Creed. Mirage en Valhalla, maar ook niet zo heel veel meer tegenwoordig. Ik ben voornamelijk eventjes hierop aan het focussen. Want ik wil, want ik moet vanaf volgende week maandag ben ik 2 weken weg. En ik wil eerst gold halen. Voordat ik weg ben, zeg maar. De ring. Dat is wat ik wil.
Of het gaat lukken, weet ik nog niet. Lijkt wel op. Ik zit al in zilver 2 op het moment. Dus het gaat op zich de goede kant op. Ik denk dat ik nog 1 of 2 matches moet winnen. En dat ik dan in zilver 1 zit. En nou, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor om goud 5 te halen. Het zou maar mooi zijn als ik vrij vlot eind goud zit. Dus misschien dat ik morgen dat al wel haal. En dat ik dan, als ik terug ben, misschien wel platinum kan halen. Vorig seizoen van Rainbow Six Siege ging niet zo lekker. Heb ik ook bijna niet gespeeld. Maar dit, tot nu toe gaat het nu wel goed. Tot nu toe gaat het goed. Dus dat is ideaal. Ik weet niet waar de laatste is. Perfection. Dat is allemaal weer. In Call of Duty zit je daar even vast. Met speel je dan alleen of speel je dan ook echt samen met mensen? Vaak helpt samen mensen spelen wel. Nou, speel ik Rainbow Six Siege al standaard alleen. Dat heeft te maken omdat ik ook gewoon net niemand speelt. In ieder geval de mensen die ik ken. Oh, hij crasht niet. Mooi. Ik wil die uniform even halen. Dus er zijn 2 tiers. En dan maar hier die halen. Nou, eerst heb ik zozeer niet nodig. Nou, Maverick outfit mag, is ook niet super nodig. Demos, ja, ook niet echt. Die uniform ga ik toch niet gebruiken. Valt allemaal wel mee. Hallo. Oh fuck, hij heeft zijn microfoon best hard staan. Ah, ja, oké. Ja, nee, dat is wel inderdaad een dingetje. Ik heb Call of Duty momenteel niet eens meer op mijn computer staan, eigenlijk. Misschien moet ik dat maar weer een keertje gaan downloaden. En misschien maar weer een keertje gaan spelen. Ik denk niet dat er veel van komt, maar goed. Mijn microfoon is break. English on is stop. Hacker. Is anyone playing Fenrir? Hij heeft hoogste diamond. Nope. Ik heb geen zin om te praten.
speel zelf eigenlijk geen Fenrir, dus... Prima, als die willen binnen. Ik vind geen punt. Maar ik had eigenlijk niet helemaal verwacht dat Rico nog doende eigenlijk. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat hij zo langzamerhand stopte. Ik ga de eerste ronde met... ja, wat leuk. Gebruik in de eerste ronde. Ik denk dat ik voor Rook ga. Au, gezellig. Oh, ja, volgens mij speelde jij daar ja, een paar jaar geleden nog heel veel mee met Black Ops 3. Toch? Als ik dat goed zeg. Maar ook nog Black Ops 4, maar dat weet ik niet zeker. Maar nice, dat hij weer speelt, joh. Secure the area, keep the bombs protected. Time for some serious protection. Jezus. Ja, ik, volgens mij was, speelde hij toen ook altijd Black Ops 3, toen was hij ook al, nou ja, zeg maar gerucht. Dus echt goed. Ik weet niet, ik heb geen shotgun pistol of wat dan ook. Ik ga wat proberen en ik denk dat het me dood zal zijn. Op 4 has yet to locate a bomb. Kijk of ze daar komen. Ik denk het niet. Nee, mensen ontwijken dat tegenwoordig. Niemand pakt mijn ding eens. Ja, 10 meter, dat is dom. Op 4 found a bomb, you must defend it. Reloading. Outside. Ah, the fuse won't be. Kan er niet springen. Where is the fuse? Big. Is it outside? Yes, outside of the attic. Staan allebei weak. Staan allebei geraakt door mij. Volgens mij. Ik weet niet of ik Nomad heb geraakt, maar ik heb in ieder geval Bug geraakt. Oh, ja. Oh nee, dat is Bug. Last one outside of big window. Ja, als ik deze winnen zal wel mooi zijn. Dus ik gelijk, volgens mij zit ik dan gelijk in Silver 1. Dat weet ik niet zeker. Ik weet ook niet wat ik voor het laatst heb gekregen. Aan punten. Oh, ik laatst heb verloren. Ze nou beneden zitten. Dus ik ben benieuwd wat iedereen pakt. Ik wil waarschijnlijk een Vera pakken. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Ik dacht dat hij wel een beetje goed zou zijn, maar wat voor moeder was bij mij nog niet zo heel hoog. Hij heeft ook al 100 matches gespeeld en ze doen het nog maar net uit. Ik heb er 40. Hij speelt veel te veel.
Nou, hij zit ook al aan plaats in nummer 1, maar hij wint ook maar 38% van zijn matches. Zo, heel goed. Is hij nou dus ook niet. Dat blijkt maar weer. Daarom heeft hij Diamond 5 gehaald. Lekker. Moet zo, andersom. Meestal wil ze hier nog wel eens komen. Weet niet zeker. Ja, de camera is hier wel stuk. Buiten. Drone hier wel. Die hebben twee. Camera is stuk. Ben ik benieuwd of die naar binnen komt. Ah. Check on. You're freaking main entrance hatch. Ja, Scuff is inderdaad ook wel. Is inderdaad wel een must-have. Dat klopt hoor. Maar het kost al ontiegelijk veel geld. Zo'n ding. Je betaalt er al gauw 100 euro voor. Maar chill dat je hem donderdag binnen hebt. Die extra knopjes die je erop hebt zijn wel echt wel handig. Ik heb toen een tijd terug heb ik. De laatste jaren dat ik op PlayStation heb gespeeld, had ik pak er ook een. Maar die heb ik nou niet meer. Als ik nou een spel speel waarvoor ik mijn controller nodig heb, dan heb ik gewoon een standaard PlayStation 4 controller. Ja, klopt. En ik denk daarom dat het ook handig is om op PC te spelen. Dan hoef je ook niet 100 euro aan een controller uit te geven. Die vervolgens nog sneller stuk is als een muis of een toetsenbord. Ik denk dat het enemy team echt finesse is dat eentje is geliefd. Ja, dus lopen ze al met één iemand achter. Nice. One big tower. Or last operator standing. Next to the door. One friendly remaining. Op 4 nice, eliminated. Mission to ja, dat dus. Met al 250 euro voor één simpele controller. Terwijl je ook gewoon één klap. Nee, ik wil dan. Zodra ik groter woon, wil ik wel een. PC samenstellen. Een goede ook. Nou, daar betaal je dan wel 6000 euro voor. Als het niet meer is. Het kan ook minder zijn natuurlijk. Heb je wel gelijk een goede. Daar kan je jaren mee doen. En hoef je ook niet elk jaar weer een nieuwe digitaal of zo. Nou, niet elk jaar dan. Letterlijk bedoeld. Maar goed. Wat dat betreft zit je wel veiliger qua geld. En je hoeft niet om dezelfde tijd een nieuwe controle te halen omdat je of stickwift hebt of opladen doet het niet of je gooit het te vaak mee dan ligt je controle weer in 100 stukjes. Dus dat heb ik gelukkig dan niet meer. Dus qua geld gezien is het voor mij goedkoper ook om gewoon PC te gaan. En tegenwoordig heb je elk spel zo'n beetje die op PC is ook op PlayStation.
Nou, dit is van Rainbow Six Siege, is van oorsprong een PC-game. Dat kan je gewoon niet ontwijken. Nou, nu kan je tegenwoordig dit ook, wat ik nu doe, dat leanen zonder dat je inzoomt, kan je nu tegenwoordig als goed is ook op controle doen. Maar dat kon je eerst niet. Dus je hebt ook gewoon meer voordelen met PC. En de FPS natuurlijk. Je hebt gewoon veel meer FPS. Boven of beneden? Beneden. Ik mis alles op zijn hoofd. Ha! Grappen maak het. Ja. Ik wou het waarschijnlijk wel doen. Hoe heet dat? PS5 halen, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dus ik heb uiteindelijk gewoon een laptop gehaald. Omdat ik het beter vond, zeg maar. Gewoon eindstand, ook qua geld. Misschien dat ik ooit nog een keer een PlayStation 5 haal, maar nu nog niet. En dan zou ik PlayStation 5 halen puur bijvoorbeeld voor die Spider-Man spel, zeg maar. Dat ik daar ook dat kan spelen. Dan zou ik het puur voor de spellen die ik wel wil spelen, maar niet op PC is. Maar de meeste kan je tegenwoordig ook op PC halen. Op die Spider-Man na dan. En uiteindelijk is het mijn doel wel om gewoon echt een uitgebreide PC te halen. Ik heb nu dat niet. Ik heb nu gewoon een simpele laptop. Maar dat heeft ook gewoon te maken met de ruimte. Ik heb de ruimte er gewoon niet voor. Ik heb mijn eigen... Ik zit nou ook gewoon heel simpel in de woonkamer. Dus ja, dan is het beter om een laptop te hebben. Neemt ook minder beslag in. Een PC moet je pas echt doen als ik echt de ruimte ervoor heb. Bijvoorbeeld een aparte kamer, zeg maar, en een bureau. Dat het ook niet in de weg gaat zitten. En als ik het nu zou gebruiken, zit het ook echt in de weg. In de PlayStation 5 kan prima, dat is het probleem niet. Sterker nog, ik denk als mijn vriendin dan wil spelen, kan ze dat ook doen. Dus dat is geen probleem. Dat is geen punt. Maar uiteindelijk, een PC. Ik denk dat op de lange termijn... ja, zeker. 5 seconds before insertion. Goedste vak. Maar op de lange termijn is het PC goedkoper. Ongetwijfeld. Ja, ik weet welke je bedoelt, denk ik. Die moeilijk hard schreeuwt. Wat? Was dat geen headshot? Oké dan. Maar goed. Ja, maakt niet uit. Maar ik denk dat ik al weet wie je bedoelt, maar ik twijfel eraan. Of ik weet wie je bedoelt. Maar je hebt ook eentje die gaat tegenwoordig flink hard viral, dat is die Jinxie. Ik weet niet wat het is met die vent, maar ik storm hem een beetje aan. Hij is wel goed, maar hij heeft ook 4000 uur op Rainbow Six Siege. 400, echt bizar veel. Dat is echt absurd. Dat is echt niet normaal. En die fan die...
is ook wel goed daar niet van. Moet ook wel als je zoveel uren hebt. Ja, ze praten. Ik weet niet wat het is met die vent, maar ik stoor me een beetje aan hoe hij praat. En daar kan hij waarschijnlijk niks aan doen. Maar goed, ik stoor me eraan. Ja, ik snap niet waarom het zo leuk is om naar hem te kijken. Hey. Alpha pack. Misschien ook wel een Bravo pack. Ik kan het toch. Oh ja, ook een Bravo pack. Nou, nog één keer winnen en dan heb ik ook alweer Zilver 1. Ik denk dat ik echt één punt nodig heb of zo. Gaan we weer. Nou, doen we eerst maar de Bravo pack. Paars zou een leuk begin zijn. Misschien Legendary, mag ook wel. Die heb ik ook nog niet gehad. Mag ik hem openen? Laat! Kijk maar zo. Legendary. Oh, Bravo outfit. Ben even benieuwd, ik ga straks even kijken. Jou ook nog niet laten, zeker. Nee, nou, dan maar zo. Oké, boeien. We gaan even naar Brava. Alles laat tegenwoordig zo traag in. Dat is echt niet normaal. Ik heb het nou op een harde prijs staan, omdat anders ik Assassin's Creed niet kon opstarten. Misschien dat het nou wel weer op de normale computer kan, of op de computer zelf. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat dit wel wil. Ik denk het wel. Ja, klopt, is het ook hoor. Ja. Ja, het is ongeroffeld. Klopt, heeft hij ook. Ik mag niet heel veel zeggen hoor. Ik heb ook niet een hele dure setup, maar... ja. Beste man heeft fucking veel uur. Ik denk dat ik het wel even kan vinden. Ik denk dat ik... Misschien dat ik het wel kan vinden. Oh ja, hij speelt... PlayStation. Ja, klopt ook. Echt bizar. Ik kan ook iets vinden. Nee. Oh ja. Jinxie has almost 10.000 hours on Siege. Dat is toch bizar? Bijna 10.000 uur. Toch echt te gek voor woorden. En als je dan ook nog... Tel, hij zou geen champions rank hebben. Ja, dan kan je beter stoppen. Dan kan je beter stoppen. Je moet, als je zoveel uren hebt, moet je wel... dingen ze hebben, champion rank, dat is de hoogste rank die er is. Zeker nu, met die simp met rank 2.0, dat eigenlijk iedereen dat gewoon kan halen. Moet hij dat ook wel hebben. Dat is geen schijf van kans. Hij speelt zoveel, dat is niet normaal. Ik heb ook best wel wat uren in het spel zitten, misschien dat ik het wel... kan vinden. 1, 2, 3. Ik weet even niet meer hoe ik jullie... Oh ja, zo. Even zien? Nee, dit hoef ik niet te zien.
Hier kan ik het volgens mij niet zien. Nee. Ik kan het hier denk ik niet zien. Feed store browser. Nee, ik kan het hier denk ik niet zien. Ik hou hier ook niet spannend, ik wil bij warehouse. Ik denk voor IQ. Maar ja, die man, die ding ziet echt bizar. Ja, hij is ook gewoon ineens dat er niets is, een hele hype geworden. Het is echt te bizar voor woorden. Heel veel mensen die überhaupt het spel niet kennen, die gebruiken hem zelfs. Ja, klopt. Klopt inderdaad. Hij heeft wel met meer mensen gespeeld. Tegen meer mensen gespeeld. Hij heeft ook wel eens... Hoi, hoe heet hij? Is ook echt een bizar goede speler. Hij heeft tegen weet niet hoeveel man gespeeld. Ondertussen. Iedereen wil een 1v1 hebben. Maar klopt, die Shroud, maar Shroud heeft op heel veel spellen bizar goede aim hoor, dat is echt... Dat is ook niet normaal. Krijg hem niet stuk. Krijg hem nog niet stuk. De pak. Kijk, ik weet van mezelf dat mijn aim niet al te best is. Dat weet ik gewoon van mezelf. Flesje poetst gelijk in, kijk maar. Oké. Dan ook. Cash range clear. Oh, het schiet teammate. Wil jij je nog even laten zien? Zal gewaardeerd worden. Wat is het vos? Hij zit daar. Ik weet het. Maar Frost zit ook ergens hier. Natuurlijk moet hij mij hebben. Ik mis alles? Wat is het? Ik had te veel vertrouwen in. Ja, klopt inderdaad. Als je denkt dat die, hoe heet die vent? Die Kai Sennett. Als je denkt dat hij veel heeft, laat dan nog meer. Dat is echt bizar. Die twee zijn echt momenteel trending. Explosief on the move. Stand clear. Op dit moment ben ik degene die de hoogste rank heeft gehad. Op PC heb ik Plat 5 gehad. En op console heb ik Plat 2 gehad. Op 4 neutralized. Ik had in het tweede seizoen dat ik dit speelde op PC, heb ik al gelijk platinum gehad. Vraag me niet hoe,
Want ik heb het al geflikt. En, nou, en met heel veel bloed, zweet en tranen, ook op console heb ik dat op een gegeven moment gehad. Pak denk ik Twitch gewoon. Maar ja, ik weet niet, ik snap hem nog niet helemaal hoor, wat er met die Jinx, wat mensen met die Jinx hier hebben. Ik denk dat hij ook puur viral is gegaan omdat hij zijn aantal uren liet zien op Rainbow Six Siege en dat het toen al 4000 was. Dan moet je nagaan, dit spel komt uit 2015, dus dat speelt hij sowieso al sinds 2015. Sowieso. Dan moet je nagaan hoe lang dan dat hij dan al wel niet speelt. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Die beste man doet verder niks in zijn leven volgens mij. Als je zoveel uren hebt. Dat het een enemy was die op zijn camera ging. Dat het pols wat hier rechts van mij zit. Kijk, zit hier. Zit hier verder iemand? Volgens mij niet, hè? Nee. Zit hier verder niemand? Oh, ik zag hem niet. Yes, is goed. Succes. En werk ze nog even. Wat is dit voor camera? Fuck. Ik kan niet met mijn drone spieken waar die. Of daar iemand zit in construction. Hey! Later, sukkel. Down to one friendly. My. All friendlies have been eliminated. Het is goed. Game kan daar. Ja, ik weet niet of het. Cosplay is met console. Dat is wel cosplay. Ik weet het niet. Geen idee. Ja, ik doe het wel.
Ik denk dat ze hier boven zitten. Dat niet te missen. Laat maar doen. Hi Doc. Oké, okay. Leuk geprobeerd. Bandit, en waarschijnlijk ook een gate. 5 seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Wat? Hij kan mij wel raken. Dat is jammer. Ik hoor wel iemand lopen boven, maar ik denk dat boven is. Lucky. Oh, hij heeft wel iemand. Ik had het niet gezien, joh. Kawan deployed. Ja. Zit er iemand daarboven? Als Thatcher kan hem in principe pieken. Let niet op de pings. Twee tegen twee. One bot's ready. Nice. Eliminated. Nooit. Echt mijn bedroom. Ik ga castle. Secure the area. Keep the bombs protected. Reload! Try to get through that. Loading mag! My artillery is waiting for you. Wait a minute. Located a bomb. You know what to do.
Oké. Okay. Komen van alle kanten. Were they dropped? Ik kom hier niet heel veilig. Eigenlijk. Ik kom hier niet super veilig. Ik dacht al iets zo dat hij was gedropt. Soto in position. One friendly remaining. I'm not matured. Secure the area. Keep the bombs protected. Throwing the base. Reloading. Putting on a show. Ja, die eerste moet dood. Dan is er niks aan de hand. They took the bait. Be advised, Op 4 has located a bomb. Clear of blast zone. EDD primed. Stand clear.
Laat ze maar hier komen, dat ligt op de deur. Eén is Ash volgens mij en de andere is IQ. Dat weet ik niet zeker. Kijk maar op Brava. Dat was hem. Welke muur is geopend? All friendlies were eliminated. Mission failure. We gaan dit weg. Onverschuld. Ik ga de stream even beëindigen. Ik weet niet of ik nog live ga. Kijk ik wel eventjes. In ieder geval eindig ik hem hier. Zo niet, ik heb nog een keer opnieuw.